Vandaag, precies 25 jaar geleden, op 11 juli 1995, valt de enclave Srebrenica. De Bosnische Serviërs, die de dagen daarvoor alle belangrijke posities rond het stadje hebben ingenomen, hoeven eigenlijk alleen maar de heuvel af te rollen. Het vrijwel verlaten centrum in. Er valt bijna geen schot. Dames en heren, er heeft zich vanmiddag een ramp van grote omvang voltrokken met verregaande consequenties. De enclave Srebrenica is gevallen, is onder de voet gelopen door de Serviërs. Goedenavond. De dag begint voor de tienduizenden vluchtelingen in Srebrenica nog met een sprankje hoop. De NAVO heeft immers de avond ervoor aangekondigd dat ze om 6 uur 's ochtends met luchtsteun zouden komen om de enclave te ontzetten. En dus kijkt iedereen reikhalzend naar de hemel. Maar om 6 uur hangt er dichte mist boven de enclave. Een uurtje later is het helder, maar geen vliegtuigen. Die blijken wel in de buurt te hebben rondgecirkeld, maar zijn teruggegaan naar de basis in Italië om bij te tanken. Later op de dag komen 2 F-16's van de Nederlandse luchtmacht laag over. Die gooien 2 bommen en verdwijnen dan weer. Chris Klep, militair historicus, waarom komt die grote luchtaanval niet? Ja, dat heeft er vooral mee te maken dat die luchtsteun toch vooral een zwart-wit instrument is. Het werkt of het werkt niet. Er waren allerlei uitvoeringsproblemen. Om te beginnen natuurlijk het weer. Het kwam net al even aan de orde. Grondmist, zowel bij Potocari als bij Srebrenica. Ten tweede, ja, de bevelslijnen waren ongelooflijk gecompliceerd. Het moest zowel langs de VN-lijn goedgekeurd worden. En dan kan ik je wel even uitleggen. Dat gaat dus echt van Karmans naar het regionale hoofdkwartier in Tuzla, naar het UNPROFOR-hoofdkwartier in Sarajevo, naar het VN-hoofdkwartier in Zagreb en vervolgens naar New York. En ik heb wel eens gegrapt, ja, als iedereen wakker is en hij hangt aan de telefoon, dan gaat het nog betrekkelijk snel. Ja. En dat is niet het enige, want het moet ook nog langs de NAVO-bevelslijn, want die moeten eigenlijk bombardementen uitvoeren met hun gevechtsvliegtuigen. Nou, dat betekent ook naar het regionale hoofdkwartier. Vervolgens naar Brussel, waar het NAVO-hoofdkwartier zit. Die moet vervolgens toestemming vragen aan alle grote mogendheden die daaraan deelnemen. Nou ja, met veel geluk, een uurtje of 2, 3, was die procedure wel afgerond. Maar misschien nog het allerbelangrijkste is dat 1 man de controle heeft op de grond en kan tegenwerken. En dat is generaal Mladic. Op het moment dat de eerste Nederlandse bommen uit de lucht komen vallen, dreigt hij onmiddellijk binnen minuten met: oké, dus dit is jullie wapen, dan zit ik mijn wapen in. Ik heb de gijzelaars. Wat wil je dat ermee? Ja. Wat gaat er met die gijzelaars gebeuren? Ik kan die compound, dat kamp met al die vluchtelingen, met gemak plat schieten. Kies maar, wat is jullie keuze? Nou, op zo'n moment komt er van zo'n luchtaanval natuurlijk niets meer terecht. Ja. Dat weet je van tevoren allemaal, dat dat gebeurt. Moeten we dan tot de conclusie komen dat de NAVO en de VN nooit van plan zijn geweest om zware luchtsteun te geven? Ja, er zijn natuurlijk allerlei complottheorieën die intussen zijn gaan circuleren. Dat vooral de grote mogendheden, de Fransen, en dan valt vooral de naam van generaal Janvier, de VN-commandant op de Balkan. Dat ook Washington het niet wilde, dat Londen het niet wilde. Ik hou mijn oordeel nog graag even voor me, bij gebrek aan beter bewijs. Oké, goed. Voor de Bosnische Servische generaal Mladic is het uitblijven van een luchtaanval het start zijn. Om de heuvel af te dalen en achter zijn troepen aan Srebrenica binnen te trekken. Hij bulkt van het zelfvertrouwen en heeft zelfs een eigen cameraploeg gearrangeerd die hem op de voet volgt. En die hij tijdens zijn zegentocht door Srebrenica zelfs regieaanwijzingen geeft. Wat is dat nu? Evanas, 11. juli 1995 godine u Srpskoj Srebrenici. U oči još jednog velikoga praznika srpskoga poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru. Pravac Potočar! Pravac Potočar i Bratunac! Nemoj se zaustaviti, hajde! Kreći ispred mene, skroz, hajde! In de uren voordat Mladic er binnentrekt, is er sprake van blinde paniek onder de vluchtelingen. Enkele duizenden hebben het noodlot niet afgewacht en zijn de bergen ingevlucht. Ze proberen op deze manier Tuzla te bereiken, 60 kilometer verderop, een gebied dat nog wel veilig is voor moslims. Anderen bestormen de VN-trucks van de Nederlanders. En die trekken zich terug uit Srebrenica-stad naar de grotere basis, een paar kilometer verderop, in de oude accufabriek in Potocari. De tienduizenden vluchtelingen hopen daar bescherming te vinden. Op de basis verslechtert de situatie met de minuut. De toeloop is zo groot dat Dutchbat besluit dat alleen vrouwen, kinderen en gewonden worden toegelaten.
maximaal 5000. Er zijn nauwelijks voorzieningen voor hen. De rest van de vluchtelingen, het overgrote deel, moet buiten de compound blijven. Ze zijn radeloos en vooral doodsbang. Tegen de avond komt generaal Mladic aan bij de compound. Onder het oog van de blauwhelmen en vooral de camera voert hij opnieuw een show op. Zijn militairen delen snoep uit aan de kinderen. Even verderop ondervragen Bosnisch-Servische troepen Nederlandse blauwhelmen bij het hek van de compound. Ze zijn op zoek naar moslimstrijders. Is there any Muslim soldiers in the inside? No, I can guarantee you that there's no Muslim soldiers. Okay, women? Yeah, women. Sick? Healthy? Yeah, it's really. How many men? A few. Not much. How old they are? No BIH. How old they are? I haven't seen them all. Chris, een gesprek door een hek waar wel iets heel duidelijk wordt, hè? Ja, de Bosnische Serviërs zijn maar op zoek naar één ding. En dat zijn de moslimmannen. Formeel omdat ze krijgsgevangen zijn. Ja, in werkelijkheid denk ik toch omdat ze wraak gaan nemen op die mannen. Er is een onoverzichtelijke situatie ontstaan. Hoe ziet het eruit? Ja, het is erg complex. Er zijn eigenlijk drie afzonderlijke groepen ontstaan, zou je kunnen zeggen. Om te beginnen een groep van zo'n 10.000 strijders en hun familieleden en andere burgers die naar het noorden proberen te ontsnappen. Een helse tocht richting Tuzla, waar ze voortdurend worden beschoten door de Bosnische Serviërs. Veel doden vallen. Op de compound zelf zitten een paar duizend, naar schatting 5000 burgers. Nog een klein aantal strijders, mannen, vrouwen en kinderen. En daaromheen eigenlijk de grootste groep. Dat zijn zo'n 25.000 burgers en een klein aantal strijders. Ja, die proberen natuurlijk zo dicht mogelijk bij die basis te blijven om daar nog dat laatste restje veiligheid te zoeken. Aan het begin van de avond dan wordt commandant Karamans door generaal Mladic gesommeerd tot een ontmoeting in Hotel Fontana in Bratunac. Dat is net buiten de enclave. Mladic eist dat er vervoer komt om alle inwoners af te voeren. En hij neemt en passant Karamans in de mangel. Od koga su se branili kad ih niko nije napadao? Who were they defending from when nobody was attacking them? I have been attacked by mortars and by tanks. I am therefore assisted the civil population and not the military side. Yes, yes. Svi ste vi da pomažete muslimanima i Hrvatima. You are all here to help Muslims. A naš sebe ste izolovali, naročito onaj vaš Van den Broek. I'm sorry. I'm what I always used to say, I'm a piano player. Kao što imam uvijek običaj da kažem, ja sam svirač kao i ja. Don't shoot the piano player. Nemojte da pucate u pijanstvo. Slabi ste vi pijanista. Pils? One beer? One what? One beer. Beer. Može? No, no, thank you. No, neka, hvala ti. I appreciate that very much. Veoma to cijenim. But for me as being one of the soldiers, my soldiers don't drink beer, so in my opinion I shouldn't drink beer as well. Okay, thank you very much. Ovdje je samo službeni srpski mjegovic. Ajde, stigla vojska. Stigli su vam vojnici, možete porazgovarati sa njima. Očekujem vas u 23 ovdje. Doviđenja. Ja, en dan krijgt Karamans heel belangrijk de gegijzelde Nederlanders te zien. Zijn jongens eigenlijk. De piano player, iedereen kent de quote wel, maar wat is dit tafereel? Waar hebben we naar zitten kijken, Chris? Ja, man, ik heb af en toe wel het idee dat ik naar een aflevering zit te kijken van een hele slechte detective-serie. Een good cop, bad cop routine zou je kunnen zeggen. Maar het begint eigenlijk met de bad cop routine. Hij zet Karamans in de hoek, bedreigt hem, weet ook dat hij de gijzelaars in handen heeft. En op het moment dat hij weet, nou, van Karamans heb ik verder geen problemen, van het bataljon heb ik verder geen problemen, nu kan ik zaken gaan doen met het bataljon. En dat is het moment waarop hij een biertje aanbiedt. En zegt, nou, er moet nog wel een broodje komen. Eet wat met mij mee. Het is werkelijk een bad cop, good cop routine. Zo zou je het kunnen noemen. Ja. Merkwaardig is dat we deze scène al in een andere uitvoering, maar al eerder hebben gezien natuurlijk. Gisteren. Ja, als historicus zeg ik wel eens, de geschiedenis herhaalt zich nooit 100%. Maar in dit geval lijkt het bijna het geval.
Ik zou iedereen willen vragen, kijk nog eens een keer naar die beelden van die eindoefening. Kijk nog eens naar deze beelden. Dezelfde personen, in dezelfde volgorde, hetzelfde gesprek. Het is werkelijk wonderbaarlijk. Ja. 11 juli 1995, de dag dat de enclave Srebrenica valt, zitten dus nog ongeveer 30.000 vluchtelingen vast in die enclave. Ze slapen voor het grootste deel in de open lucht. Ze hebben nauwelijks te eten, geen medicijnen, geen hygiënische voorzieningen en ze zijn doodsbang. Morgen zullen ze horen wat de Bosnische Serviërs met hen van plan zijn. U ziet het direct na Nieuwsuur. Goedenavond.